Cannabis is wereldwijd de meest gebruikte drugs, maar zo onschuldig is het roken van een joint niet. Nou, wil je toch een keer proberen en de risico's beperken? Dan zijn hier de do's en de don'ts. De do's. Laat je bij aankoop altijd goed voorlichten over de sterkte, soort en effecten van de hash. En ben je nou onbekend met de sterkte of is het je eerste keer? Neem dan een paar hijsjes en wacht enkele minuten om te kijken hoe het valt. Hash nuttigen door middel van een vaporizer is minder schadelijk en minder risicovol dan het eten of roken. En gaat iemand nou te hard? Stel diegene gerust en geef hem wat zoets te eten. Of wat frisse lucht kan ook helpen. Vooral bij een hoge dosis cannabis maakt je gevoeliger voor paranoia en angst. Dus zorg voor een comfortabele setting. De don'ts. Gebruik het niet om problemen te onderdrukken en gebruik het ook niet als je je geestelijk of lichamelijk niet goed voelt. Gebruik hash met mate, maak er geen gewoonte van en combineer het nooit met andere drugs of alcohol, dus veel te risicovol. En als laatste, zowel tijdens als na het gebruik, neem nooit deel aan het verkeer, dit is levensgevaarlijk. Nou, hou je allemaal rekening mee als je van plan bent om een joint te roken? En wil je nou de effecten van hash weten? Kijk dan naar onze andere video, daar probeert Nelly het voor je uit. En dan zie ik je volgende keer weer. Hoi hoi!